Ondertussen hebben we ook de KNVB nog... hoe zit dat, Dave? De gegevens van mijn zoontje komen niet meer naar buiten nu, begrijp ik? Nu alles weer lekker gedicht is, toch? Nou, het hoge woord is er eindelijk uit. We weten eindelijk meer over wat er wel en niet is uitgelekt. Het heeft vooral te maken als je kind wel iets met betaald voetbal heeft gedaan. Nee. Dan gaat valt hij in ieder geval. Maar goed, het zou ook gaan om mensen die te maken hebben gehad met tuchtzaken bij de KNVB. Dat zou wellicht wel aan de amateurkant kunnen zitten. Oh, of als je contact hebt gehad met het Sportmedisch Centrum, KNVB. Maar goed, het hoge woord is eruit. Men heeft betaald. En wat ze eigenlijk gezegd hebben in hun verklaring is het volgende. Ze wilden voorkomen dat gevoelige gegevens verspreid zouden worden. Hmm. Hebben het over de paspoorten van de paai, salarisgegevens, medische gegevens. Maar als je iets verder die verklaring doorleest, denk ik toch dat het echt een combinatie van factoren is. Je ziet dat ook 21 jaar aan tuchtzaken is uitgelekt, of wat er waarschijnlijk bij zat. Men kon ook niet meer bij de data zelf van hun eigen organisatie. En je hebt die gevoelige gegevens. Ja, ik denk dat de KNVB echt gezegd heeft op een gegeven moment... wij zien geen andere uitweg dan maar Dave, dan ik heb een vraag, hè? Want wat hebben ze nu afgekocht? Al die gegevens? En hoe weet je dan dat die criminelen niet de kopie hebben van al die gegevens? Dit is een hele terechte discussie. Kijk, heel eerlijk, er is geen enkele garantie. En dit zeggen ze ongeveer in hun eigen verklaring ook... van ja, we durven niet te vertrouwen op het woord van criminelen. Dus we waarschuwen nu alsnog. En daar zit vooral ook de kritiek. Waarom is er toch gekozen om maandenlang een soort radiostilte te doen? En hoe weet je niet dat men alsnog die data intern door gaat verkopen... over 2 jaar alsnog vrijgeeft? Dus... Ja, of ze zeggen nu gewoon volgend jaar... we hebben die gegevens nog, wil je ze nog een keer kopen? Hmm. Ja, kijk, natuurlijk, ik heb veel tegenstanders op dit onderwerp... die zeggen, ja, maar Dave, dit is een verdienmodel. Als criminelen dit doen, gaat niemand ze meer geloven. Dat is ergens wel zo, maar het zijn geen bedrijven... die een reputatie van 10 jaar opbouwen. Die criminelen krijgen ook regelmatig ruzie intern. Of worden zelf gehackt of krijgen... Dus het is gewoon geen garantie. Ja, of ze denken, ik doe het 2 keer en dan is mijn verdienmodel niet meer nodig... want dan ben ik binnen. Ze hebben in de afgelopen 2 jaar deze groep... meer dan $100 miljoen verdiend. Dus die kunnen prima zeggen volgend jaar, ja, ik stop ermee. Kijk, en wat ik een beetje vreemd vind... en nou goed, de uitzending is er toch wel naar... Kijk. Het is alsof je een soort SOA-test hebt gedaan. Wat doet hij daar dan weer mee? Nee, let op. Hier protesteer ik tegen. Ja, maar dit is heel ordinair. Wat is het cijfermannetje aan het doen, zeg? En de dokter zegt, nou, misschien heb je een SOA. En waar je dus voor kiest, is om te zeggen, nou... Nou je erover praat. Maar dan kun je 2 dingen doen. Of je gaat zeggen, nou, het is echt heel beschamend, maar ik ga iedereen wel informeren. Of ik wacht nog een aantal maanden. En ik snap gewoon niet dat de KNVB zo lang wacht. In april zaten we hier. Ja. Om nu in augustus met deze waarschuwing te komen. Had gewoon eerder, dat is mijn mening, met de billen bloot gegaan. En gezegd, joh, met de billen bloot super vervelend. Ja. Maar waarschijnlijk zit je erbij. En ik denk dat die kritiek op die... Maar dat ze betaald hebben, vind je goed? Nou ja, dat is gewoon een hele moeilijke discussie. Ik zou zelf zeggen, je hebt gewoon geen garantie. Nee. Dus ik denk dat dit geen verstandige keuze is. Maar je weet niet wat ze intern voor afweging natuurlijk allemaal gemaakt hebben. Ze hadden data van 21 jaar geleden. Als je mij vraagt, wat moet je nu als bedrijf doen? Ja, misschien moet je sommige data niet op willen slaan. Niet zo lang. Nee, maar autoriteit persoonsgegevens boos. Ministerie van Justitie boos. Ja, die zijn kwaad. Johan boos. Jij bent ook boos. Nou ja, maar ik ben wel blij dat mijn strafzaken niet boven... Nee, dat waren er nog wel wat natuurlijk. Maar. Nee, maar kijk... De gevoelige informatie, dat zijn misschien de medische zaken. Ja. Hè, dan in het kader van de wet van de privacy. Maar voor de rest, wat heeft de KNVB nou van pijnlijke zaken? Ja, wat salarisgegevens of zo. En misschien willen ze dat juist verbergen. Nou ja, dat weten jullie wellicht beter. Misschien zitten daar dossiers bij over dat met Koeman maar of Van Gaal. Maar de vraag is een miljoen, toch? Wat denk je dat er betaald is? Ja, kijk, er wordt vaak een onderhandeling dan ingestart. Dan kan je onderhandelen over de prijs. Je kan korting krijgen. Het zou gaan in eerste instantie om meer dan 1 miljoen... wat er ongeveer geëist is. Ja, ga maar vanuit, dit moet minimaal een paar ton gekost hebben. Maar het zou ook zomaar kunnen zijn dat ze wel richting die miljoen zijn gegaan. Ja, maar dat gaan we zien. Want die cijfers worden gepubliceerd. Nou ja, kijk, ik vind als je betaalt is 1 ding. Maar ergens heb je wel een verantwoordelijkheid als grootste sportbond van Nederland. Ja, betalende leden. Hè? Om wat lessen te gaan delen. Hoe heeft dit nou zo ver kunnen komen? En ik hoop echt dat dit een soort wake-up call is voor andere sportbonden. En dat ze naar buiten gaan komen met dingen. Maar ja, het lijkt er nu... Hebben ze er een verzekering voor of niet? Want het lees ik dat de 20% van de bedrijven in Nederland heeft daar een verzekering voor. Wat denk jij? Het lijkt erop verliet. Je kan je ervoor verzekeren. En wat fijn is van de verzekeraar, die gaan tegenwoordig vragen... ja, dat is leuk dat je je verzekert. Maar dan moet je aan de dingen aan de voorkant wel regelen. Ja, ik vraag me af hoe dat werkt, Wilfred. Want je kan er niet een verzekeraar wel criminelen laten betalen. Nee, maar het gekke
Kijk, Schrapperhaus heeft er 2 jaar geleden al gezegd... dat moet niet meer kunnen. Dat alle verzekeraars mogen niet meer dat soort verzekeringen afsluiten. Nou ja, Job, waar de Nederlandse overheid niet duidelijk over is... heeft dit nog iets met sanctiewetgeving te maken... als je aan criminelen betaalt die misschien wel in Rusland zitten. Amerika heeft hier een soort richting over gegeven. Nederlandse overheid nog niet. Dus de autoriteit persoonsgegevens gaat vast nog wel kijken... hoe snel zijn ze nou geweest met informeren. Is dat snel genoeg? Maar... ik denk dat het onderzoek echt nog wel even gaat doen. Maar hoe kom je erachter of iemand vanuit Rusland dat heeft gedaan? Nou ja, kijk, deze bende wordt al heel lang onderzoek naar gedaan. En er zijn echt wel sterke signalen dat veel van die leden in Rusland plaatsvinden. Dus die vermoedens zijn er wel. Ja, en dan moet je afvragen, wil je dan zo'n groot bedrag daar nu naar overmaken? Wat waarschijnlijk wel gebeurd is. Maar jij vond het geen goed idee, hoorde ik jullie zeggen, toen we daar stonden. Dat ze betaald hebben. Nee, ik vind het nooit een goed idee. Want je buigt toch voor een soort chantage. Ja. En nogmaals, het is heel pijnlijk als de vertrouwelijke dingen op straat komen te liggen. Maar het is niet dat de dingen bij de KNVB dat nou supergeheim is. Hè? Ja, kijk, als je vandaag betaalt, creëer je morgen een probleem. Want ze komen volgende keer terug met grotere wapens. Dus we schuiven dit probleem wel voor ons uit hiermee. Dan is het geen SOA meer. Dan wordt het nog veel erger. Nee, ja, als je het laat sluimeren, dan wordt het misschien een wat nader. Daar weten wij alles van. Ja, dat dacht ik al.